voorjaar komt hij weer aan en daar heb ik altijd zin om lekker met bollen te werken en het echte voorjaarsgevoel naar binnen te brengen. Dus ik liep door een tuincentrum en ik kwam al deze bolletjes tegen. Ik dacht, nou, dat ga ik gebruiken. En wat ik daarnaast heb gedaan, ik ben gewoon in mijn schuur gaan kijken en gaan kijken van welke potten heb ik nog staan van afgelopen jaar. Nou, dan kwam ik deze oude terracotta potjes tegen. Ik had hier nog een schaaltje staan met mos erop. Ik denk, nou, die ga ik gebruiken en daar juist weer die verse nieuwe bolletjes in. En dat geeft een heel mooi effect. En ik ga het lekker simpel doen. Ik ga ze niet oppotten. Ik zet ze allemaal klem in het mos. Dat is lekker makkelijk. Ik ga ook wat combinaties maken. Net zoals zo'n schaal als deze. Vind ik het wel heel mooi om een mooie hedera in te zetten. En aan de achterkant wil ik dan gaan werken met deze bolletjes. Dit zijn narcissen. En je ziet al heel mooi dat er dubbelbloemige zijn. En die gaat hier aan de achterkant erbij. Zo. En het enige wat ik nu nog hoef te doen, is het afwerken met het mos. Die natuur gaat ontwaken. Moet je kijken. Als je dat zo in zo'n schaal zet, dan krijg je al heel snel dat echte voorjaarsgevoel erin. Het lijkt me leuk om met deze te gaan werken. Deze past net niet. Dus ook deze laat ik in het potje zitten. Pak het mos. En zet hem op deze manier in. Nou, wat daarnaast ook nog leuk is, is om bijvoorbeeld zo'n saxifrage als deze te pakken. Vooral omdat hij dat hele mooie vergrijzde in zich heeft. Het voordeel is dat om hem in een pot te laten zitten op deze manier, en ik hem wel gewoon water ga geven, is dat wanneer dadelijk het voorjaar zover is dat de planten naar buiten kunnen, dit plantje daar gewoon in de tuin kan. Hetzelfde doe ik hier nog met dit schaaltje. Aan de ene kant doe ik krokusjes en ik heb hier blauwe druifjes. Gewoon lekker een bonte mix. Dan heb ik hier nog de hyacinten. Wat ik daar doe is, ik haal heel voorzichtig alle aarde ervan af. En die ga ik gewoon hier zo mooi langs die rand zo ertussen leggen. Je vraagt je natuurlijk af, gaat dat goed? In zo'n bol zit in principe al voldoende voeding om het tot bloei te laten komen. En je ziet, deze heb ik gekocht als ze al een stukje open zijn. En dat heeft als voordeel, ik hoef ze geen water te geven. Ze gaan op deze manier prima met alle voeding die in die bol zit tot bloei komen. En helemaal vol in bloei komen, bedoel ik dan ook. Dan vind ik het wel leuk om heel even nog wat blad erbij te leggen. Dus ik heb hier zijde takjes. Hier eentje ertussen. Dan heb ik nu nog een Egeveria. Dit is een plantje die van nature in de woestijn groeit. Nou, die leg ik hier deze hier even ertussen als accent. Een paar takjes heb ik erover om dat natuurlijke gevoel nog heel even te accentueren. Dus er komt er hier eentje bij. En hier eentje ertussen. En wat je dan op een hele eenvoudige manier maakt, is echt dat natuurlijke voorjaarsgevoel wat je binnen op tafel gaat zetten. Het ruikt heerlijk. Ja, ik heb nu wel zin in het voorjaar.